Hi, welkom bij de Biocast over de onderdelen van een gewricht. En als je zoiets als de onderdelen van het gewricht wil gaan leren, dan gaat het beste als je die onderdelen tekent. Dat gaan we zo meteen doen. En dat kan je doen gewoon op je iPad of op papier, dat maakt niet uit. Het handigste is wel dat je meedoet. Het makkelijkste begin je te tekenen met de botten. In dit geval de kom. En aan de andere kant zit dan de kop. Dan zit daar om de kop en de kom een laag kraakbeen. Die zorgt dat het heel soepel wordt en dat die botten dus makkelijk over elkaar kunnen schuiven. Die heb je zowel bij de kom als bij de kop. Het kraakbeen. Daartussenin, daar zit nog een andere laag. Dat is deze. En dat is het gewrichtsweer. En dan heb je daar nog het gewrichtskapsel omheen zitten. Gewrichtskapsel. En daaromheen zit weer de gewrichtsbanden. Nog even de onderdelen erbij. De gewrichtskom. En dan is dit de gewrichtskop. Het groene is het kraakbeen. Het gele het gewrichtsmeer. Het gewrichtskapsel. En de gewrichtsband. Dat is hem alweer. Het beste blijf je de tekening net zo vaak oefenen tot je hem kunt maken zonder naar het filmpje te kijken. Veel succes! Tot de volgende!